jeugdcategorieën koos hij voor het zware werk en niet voor de kroon van zegekoning. Wouter van den Houten stelt ons die jonge Moreels voor. Ik ben hier beginnen werken in augustus 85 en toen ben ik gestopt met fietsen, want ik zag het niet zitten om hier de hele dag op de band te staan en daarna nog te trainen als wielrenner. Ja, we hadden het thuis ook niet te breed en dus moest ik wel gaan werken, want supportersclub en ik moest voor alles zelf instaan en ik kon er niet vanuit, ik moest wel gaan werken. Ja, jij werkte in ploegen. Hoe ging dat dan om te trainen? Ja, als we in de namiddag waren, ging ik in de voormiddag, ging ik voormiddags trainen. En dan kwam ik, als het goed weer was, kwam ik nog met de fiets naar Volvo. En s'avonds dan om 9:30 moest ik nog een uurtje in het donker naar huis met de lichtjes op. Kon jij het elke dag opbrengen om nog te gaan trainen na het werk? Nee, ik kon het niet elke dag opbrengen. Ik trainde wel genoeg, maar het was soms heel lastig. En de ene week ging het beter of de andere week. Want als je de morgenploeg had, dan werd het galop van 3:45 dikwijls. Als je met de fiets naar hier kwam. En dan werd je wel moe. Maar dan had je wel het voordeel. Je kwam de fabriek uit en je werd met de fiets en je zat direct op de fiets. Want anders, als je met uit de bus kwam, ja, dan lag je op die bus. Dan wacht je te slapen en dan hing je van die bus en moest je nog gaan trainen. En dat was niet interessant. Sammy Moreels is 23 en hij groeide op in Semmerzaken in de Scheldestreek aan de voet van de Vlaamse Ardennen. Langs de Schelde heeft hij eindeloos gefietst en hij gaat er ook wonen na dit seizoen in deze gerestaureerde schuur in Vurste. Sammy Moreels traint samen met zijn ploegmaat en streekgenoot Peter de Klerk. Samen maken ze lange trainingstochten langs de Schelde en in de Vlaamse Ardennen. Peter de Klerk over de onverwachte successen van zijn trainingsmaatje Sammy Moreels. Ja, het is het eerste jaar dat hij iets voor doet voor zijn sport. De andere jaren was ik een maand niet koersen, was ik een maand wel. En al kent dat, ja. Het is het eerste jaar dat hij alles voor doet. Die traint serieus en ja. Ja, ik had een tweejaarscontract gevraagd bij Lotto. Ik had dat dan ook gekregen en ik dacht, ik ga 2 jaar leren en dan zie ik wel of ik het kan of ik het niet kan. Ik had de beslissing voor mij genomen om na die 2 jaar, als het moest, dan ging ik terug werken. Maar ja, ik heb nu al een jaar bijgetekend en moet nu toch al de eerste 3 jaar niet meer gaan werken. Een logische contractaanpassing en verlenging, want Sammy Moreels fietst als neoprof onverwacht sterk. Hij reed in 3 klassiekers mee en was 3 keer mee voorin. 4e in de Waalse Pijl, 5e in Luik-Bastenaken-Luik en 14e in de Gold Race. Sammy Moreels over zijn eerste lente bij de profs. We waren in 2 groepjes verdeeld bij Lotto. Een ploeg die de klassiekers zoals Paris-Roubaix en Ronde van Vlaanderen reed. En dan een ploeg die de Waalse klassiekers reed. En we hadden een hele goede voorbereiding gehad voor die wedstrijd en met de Ronde van de Vaucluse. En ja, we hadden het wel gehoopt natuurlijk van zo goed te rijden, maar niemand had gedacht dat we zo sterk gingen voor de dag komen. Was het voor jou zelf een verrassing dat je zo lang en zo goed meereed in de Waalse Pijl en dan ook in Luik-Bastenaken-Luik? Nee, ja, een verrassing is het altijd in die finale nog meezet, maar ik wist wel dat ik
kans maakte om goed te rijden, omdat ik al het seizoen goed reed. En in de Ronde van de Vaucluse, de laatste rit, had gewoon 3 dagen voor de Waalse Pijl. Een rit over 180 kilometer met beklimming van de Mont Ventoux. Dus ik wist dat ik goed in vorm was en ja, nee, ja, ik was eigenlijk wel eigenlijk niet verrast. Ja. Sammy Moreels op de kasseien van de Vlaamse Ardennen. Insiders zeggen dat de Waalse klassiekers beter bij Moreels passen dan de Ronde van Vlaanderen. Maar is dat wel zo? Nee, ik weet het niet. De Ronde van Vlaanderen wordt in mijn streek verreden. Ik ken die weetjes goed. Ik krijg graag op kasseien, bergop en zo. Ik weet niet of de Waalse klassiekers beter zijn dan de Ronde van Vlaanderen. Jij reed goed vorig jaar bij de amateurs, maar je was niet de man die heel veel koersen won, in tegenstelling tot vele anderen. Hoe verklaar je dan dat jij wel bent doorgebroken en zo snel, en dat dan al die andere jongens die 20, 30, 40 koersen winnen, ja, dat die bij de profs nergens staan? Ja, het is te zien welke koersen je wint. Hè. Als je 20 kermiskoersen wint, dan is dat nog geen referentie om een goede prof te worden. Hè. Maar ik heb natuurlijk maar 2 wedstrijden gewonnen vorig jaar. Toch wel een rit in de open ronde van de Sartre. Met grote profploegen zoals Getassi en Systeem U die er aanwezig waren. En ik heb ook veel ervaring opgelopen met de Blauwe Harde vorig jaar in het buitenland. En ik denk wel dat dat nu in mijn voordeel speelt. Vind je dat een goede ontwikkeling in het wielrennen, in het amateurwielrennen, die Blauwe Garde? Ja, ik vind het heel goed, want buitenlands contact is heel belangrijk bij de amateurs. Want er wordt op een heel andere manier gekoerst als hier in België bij de amateurs. Want, ik weet nog, toen ik wedstrijden reed in het buitenland, en ik reed niet zo goed, maar ik kwam hier in België fietsen en ik kon alles kapot rijden, dus dat is echt genoeg. Hè. Dit is de muur van Hoei aan het einde van de Waalse Pijl. Sammy Moreels komt als vierde boven, vlak achter ploegmaat Wim van Einde, nadat hij de hele dag mee voorin heeft gereden. En hoe reageren de groten in het peloton op zo'n nieuweling? Ja, veel contact met die mensen heb je niet. In de koers weinig. En na de koers geen contact. Ja, hoe ze erop reageren. Plankaart komt zo soms eens achter mij rijden en dan begint hij te zingen zo van hoog Sammy, kijk omhoog. Maar we weten al dat hij een goed zanger is. Hij is eigenlijk een goed drummer. En ja, het is wel plezierig als zo iemand tegen u begint te praten. En ook een krieke hond die al eens een goede dag knikt. Maar verder Wampers, ja, Sammy Wampers is in Amstelhout, is ook naast mij komen rijden en mij feliciteren met mijn goede uitslagen. Ja, dat doet wel iets. Wat is nu het hardste koersen op de fabriek? Ik weet het niet. Voor mij is het al 2 even hard. Koersen kan ook. Koersen is soms op sommige momenten veel harder, maar hier iedere dag in de week om 4:45 beginnen is ook niet alles. Onze dag vandaag.